Tuurlijk, het is, we staan goed, maar het gaat om dat wij gewoon erin blijven. Dat is gewoon de doelstelling. En als we die 435 punten hebben, dan komen we wel weer terug, maar weer bij me terugkomen. Dat zei Lasse Schöne in november. Nu is die doelstelling behaald. In aanloop naar de komende wedstrijd tegen FC Twente komen we er dus op terug bij de middenvelder. Ja, nee, dat klopt. Zes wedstrijden voor het einde is natuurlijk een heel goed resultaat. En Groningen 1 punt boven. Hun programma tegen onze is wel een wereld van verschil. Ze hebben een stuk makkelijker programma. Dus dat is, het wordt een lastig verhaal. Maar zoals ik ook in een ander interview aangaf. Als je ergens voor kan gaan en nog kan bereiken, dan moet je er ook doen. Dan moet je er ook vol voor gaan en dat gaan we ook doen. Nee, ja, weet je, uiteindelijk als je op deze plek staat, 6 wedstrijden voor het einde en je staat 1 punt achter op Groningen en die staan op een plek voor play-offs. Dan ga je wel proberen om daar zo lang mogelijk bij te blijven en mee te doen om die strijd. Maar dat kun je alleen maar doen door wedstrijd voor wedstrijd te proberen punten te halen. Zaterdag is de eerste wedstrijd en daarna zullen we wel weer zien waar we staan. De grootste druk is er nu af, maar dat kan wellicht ook tot gemakzucht leiden. Ja, het kan altijd, maar daar geloof ik niet zo in. Als ik zie hoe wij trainen en werken met elkaar. Als jij weet wat onze thuiswedstrijden zijn. En nu Twente die het geweldig doet voor een volle Goffert. Je speelt nog thuis tegen Ajax. Ja, ik zou niet weten waar je dan gemakzucht vandaan moet halen. Want je moet heel erg aan de bak om op dat niveau mee te doen. Ik denk juist dat het misschien de andere kant op kan werken. En dat je een ander gevoel het veld op gaat en dat je wat moois kan laten zien. Ja, het kan ook de andere kant op werken. Hè. Dat is het probleem. Ja, ik vind die druk wel fijn eigenlijk. Dat het iets moet. Dus het kan beide kanten op. Maar laten we het hopen inderdaad. Je zegt dat in een positieve zin wordt dat je wel de druk er een beetje vanaf. En dat je wat vrijer, misschien nog vrijer gaat voetballen. Maar het is iets moois wat je hebt bereikt. Het staat dicht bij elkaar, dus wie weet. Van veel selectiespelers is nog niet bekend of ze volgend seizoen blijven. Dat zou voor wat onrust kunnen zorgen. Nou goed, er zijn altijd wel in deze periode is dat altijd een item binnen een selectie. Maar aan de andere kant, spelers weten ook hoe het werkt in het voetbal. En zijn niet voor het eerst zeg maar, hier op het veld en daarmee bezig. En wij proberen gewoon de focus te houden op de wedstrijden. En natuurlijk, op het moment dat het 1 april is, dan leeft dat even in de groep. Maar daarna ga je weer verder. En iedereen heeft natuurlijk wel ook zijn eigen doel en ook zijn eigen pad zeg maar, in het voetbal. Maar uiteindelijk, op het moment dat we hier zijn, proberen we het binnen het team te houden. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar de trainingen en naar de wedstrijden, gaat het hartstikke goed eigenlijk. Nou ja, er wordt natuurlijk wel wat gesproken hier en daar. Dat is logisch. Dat is elk jaar zo. Het is niet mijn eerste jaar in het voetbal natuurlijk. Nee. Het is elk jaar hetzelfde. Dus ik denk dat we daar wel vrij goed onder zijn en dat wij daar voor ons daar niet door laten beïnvloeden. Dat heb je gewoon mee te maken. Dat is de gang van zaken in de voetballerij, dat weten we allemaal. Tegen FC Twente zijn eindelijk ook uitsupporters weer welkom in de Goffert. Ja, ook mooi. Het blijft toch apart dat het vak leeg is en dat je uitsupporters niet hoort. En je zag ook afgelopen zondag hoe mooi dat kan zijn in Leeuwarden. Maar mooi dat het vak vol zit met Twente supporters en eindelijk een hele volle Goffert hebben. De aftrap van NEC FC Twente is zaterdag om 9 uur. De wedstrijd is natuurlijk live te volgen bij RN7.